Goedemorgen allemaal. Vergeet geen bouwduimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie hoogte van het rijden. Ja, rijden en zeilen, wou ik wel zeggen. Maar ja, maakt niet uit. Ik ga even gewoon mijn tandjes nog gaan poetsen. En dan ga ik vertrekken naar mijn werk toe. Zo, ik heb al gedaan met werken in Bewal in Sint-Truiden. Dan heb ik ook nog een klein dutje gedaan van 20 minuutjes op mijn appartement. Dan heb ik ook nog over wat gekuisterkleedjes gekuist op mijn appartement. En ik heb ook al de vlog in de upload gegooid. Dus bij deze komt het allemaal wel goed. Ik ben nu dus onderweg naar de politie van Borgloon. Jammer genoeg weer al. Ik zal weer eens even uitleggen waarom ik naar de politie ben aan het gaan van Borgloon. Dat heeft om één reden te maken. Ik word al van 2 juli, dus dat is al even al bezig, gestalkt. Zowel voor een gewone nummer als een privé nummer. Maar nu ook het geweldigste, ze hebben ook gisteren tijdens mijn werk ook mij opgebeld. En ze hebben iets achtergelaten op de voicemail. Dat ga ik dus dan ook doorgeven aan de politie. Van kijk, ze zijn er mee bewust mee bezig. Dat ze mij echt wakker houden. Op een dag dat ik ook moet gaan werken. Want mijn werkprestaties zijn ook niet meer zo denderend als vroeger. Gewoon dat ik vermoeider ben. Dan weten jullie dat. En de persoon, het zijn 2 personen, want die hebben dus iets ingesproken op mijn voicemail. En ja, daar horen we dus dat hij niet alleen handelt. Hij handelt met een tweede persoon. En voor mij rijdt een auto met 4 pinkers aan. En ik zit dus op een rotstuk. Ik geef het eerlijk toe. Waar heel veel aan het gaan is. Oh, die zijn 4 pinkers nu toch wel uit. En ja, ik hoop dat ze er iets kunnen aan doen, want het stopt gewoon niet. Het stopt gewoon niet. Ik heb het ook al gisteren in een vlog al gezegd en uitgelegd van hoe ik ook mij daarmee voel. Ik voel me daar eigenlijk niet oké mee, want ik word niet alleen wakker, maar mijn bovenbuurman en mijn onderbuurvrouw, die worden daar ook van wakker. Omhoog van, ja, ik roep dan in het, aan de telefoon van, gasten, stop eens met mij fucking hell wakker te bellen. Het is 3 uur s'nachts of 4 uur s'nachts. Ik wil slapen, ik wil nog kunnen gaan werken, dus dankjewel weer al om mijn nachtrust te onderbreken. En klik af. Toen bleven ze ook opnieuw weer op bellen. Ik heb het nog eens opgenomen zonder iets te zeggen. En ja, dan kwam er ook weer al vieze taal uit van ja, ik ga dan Bea laten weten dat je op andere vrouwen zit te kruipen. Ja hoor, echt wel. Bea kent mij beter dan dat. Echt waar, Bea kent mij echt veel, maar ook echt veel beter dan dat. Dus, bij deze. Ik ga jullie nu laten. Ik ga nog even wat naar muziek luisteren. Dat ik onderweg ben naar de politie toe, natuurlijk. Eens even kijken als ik direct hier al op kan. Nee, ik kan hier niet direct op. Ik moet even wachten. Ja, dat is hier echt een hele appetant stuk waar je echt ook heel veel tijd mee kunt verliezen. Maar
valt deze keer wel een reuze mee. Ja, nu moet iemand anders er even wachten. En zat mijn dingenverwarming nog aan? Ja man, oh. Daarom dat ik het ook zo warm kreeg. He he, precies voor peurkes. Maar ja, ik kan jullie niet laten. Oh, weer al weg bij Bea thuis, maar we gaan even een kleine rondritje maken. En hier zit een duif, redelijk hard lawaai te maken. Ja? Kijk eens hier mensen. Oh. Wat vinden jullie ervan? Laat het in de comments weten. Van de rok. Van de rok en nu haar haar. Ziet er zo mooi. In krulletjes. Allee, kom, we gaan in de auto. Oké, zo, hier weer bij Verano's ijssalon gestopt voor nog een leuke milkshake mokka neus. Dat wil ik wel eens proeven, want dat was ik gisteren vergeten te pakken. Voilà. En daar is een klant binnen, dus daar gaan we even wel wachten. Dus hij is elke dag open in de zomervakantie voor een heerlijke ijsje. Je kunt hier ook al allerlei kerstdecoraties aankopen voor de kerstmis, want bij Jurgen is het al kerstmis begonnen. Oh jawel. Maar jammer genoeg heb ik al gehoord dat er dit jaar geen eetent of een dranktent aanwezig gaat zijn. Alleen maar hier zo'n doorlooproute van kerstmis omwille van de corona gedoe. Shit happens. Bij deze. Tot. Zo, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En ik krijg weer al wat berichtjes van mijn schat via WhatsApp. Dus ik ga nu het afronden. Heel veel bedankt om te kijken naar mijn vlog. Mijn naam is was nog altijd Psycho van Psycho TV. Vergeet niet om het abonneerbutton te klikken. Ik kan het nu niet aanwijzen, want mijn handen zijn vol. Dan klik dan ook nog op de like button. Like mijn video. Like. En vergeet niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Bij deze ben ik nu hier aangekomen op mijn appartementje. Dus ik ga nu naar binnen toe. Ik zie jullie allemaal fris en wel weer op morgen. Want morgen wordt een heel speciale dag, ook voor Psycho TV. Ja, maar meer over morgen.